Wonen op Mars. Dat spreekt natuurlijk tot verbeelding en we zijn dan ook al tijden bezig met daarover nadenken. Maar hoe realistisch is het? Dat ga ik vragen aan Rob van den Berg bij Sterrenwacht Sonneborg. Waarom willen mensen zo graag naar Mars? Ja, Mars is er natuurlijk en de technologie komt ook binnen handbereik dat we echt naar Mars kunnen gaan vliegen. Maar het is natuurlijk een andere planeet. Dat is toch weer anders dan de maan. Het is een planeet die van alle planeten het meest op de aarde lijkt. Er is een atmosfeer, de zwaartekracht is aangenaam. Het dag- en nachtritme is te vergelijken met de aarde en er valt weer heel veel te ontdekken op zo'n nieuwe planeet. Wat voor planeet is Mars? Mars is een van de vier rotsplaneten, net als de aarde. Hij staat alleen wel een stukje verder van de zon, ongeveer anderhalf keer zo ver van de zon als de aarde. Dat betekent dat een jaar er ook een stuk langer duurt, zo'n meer dan 680 dagen. En Mars is ongeveer half zo klein als de aarde. En dat betekent dat de zwaartekracht op Mars ongeveer een derde is van de aarde. Mars heeft ook een hele dunne atmosfeer, ongeveer 0,5% van de aarde, dus bijna een vacuüm. En het is helemaal rood, roestkleur. En het is ook echt roestkleur, want het oppervlak bestaat voor een heel groot gedeelte uit mineralen waar ijzer in zit. En dat verklaart de roestkleur. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als dat we hebben bij Australië. Zijn er wel eens tekenen van leven gevonden op Mars? Ja, op Mars hebben we geen tekenen van leven gevonden, maar het zou zomaar wel kunnen. Wat we weten is dat er lang geleden oceanen, rivieren en meren waren op Mars. Ongeveer in dezelfde tijd als dat er al leven was op de aarde. Dus misschien was er ook wel leven ontstaan in die tijd op Mars. Nu zijn die oceanen opgedroogd, maar we weten van eencellig leven op aarde dat het hele zware omstandigheden aan kan. Dus misschien als we in de bodem van Mars boren, dat we daar gewoon nog levende eencellige organismen gaan vinden. En misschien is het verhaal nog wel mooier, want stel je voor dat er inderdaad in die tijd leven was op Mars. We weten dat er meteorieten zijn uitgewisseld tussen de aarde en Mars. We hebben Mars-meteorieten hier op aarde gevonden. Stel je voor dat er eencellig leven mee was gekomen met die meteorieten. We weten dat het eencellig leven de reis door de ruimte kan overleven. Stel je voor dat dat leven hier op aarde tot bloei is gekomen. Misschien stammen wij er wel vanaf. Misschien zijn wij wel mensen van Mars. Stel je voor, we besluiten op een moment, oké, we gaan gewoon die kant op, we gaan het gewoon doen. Hoe wordt dan de reis naar Mars toe? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Zo'n reis duurt minimaal 7 maanden, misschien wel langer. En we kunnen maar één keer in de 26 maanden ruimteschepen naar Mars sturen. Want we moeten wachten tot Mars in de buurt komt van de aarde. Als je dan op Mars bent aangekomen, na die lange reis in je kleine capsule, dan kan je niet gelijk weer na een paar dagen naar huis. Je moet een aantal maanden wachten, want in de tussentijd is Mars weer van de aarde wegbewogen. En je moet dus wachten tot Mars weer in de buurt van de aarde komt. En dan moet je weer die minimaal 7 maanden terugvliegen. Dus alles bij elkaar, uit en thuis, op z'n snelst, bijna 2 jaar. En wanneer gaan we de eerste mensen er naartoe sturen? Ja, dat zal nog wel even duren. De NASA denkt zelf aan eind 2030 of begin 2040. En dat heeft echt te maken met het feit dat we wel nu al naar Mars kunnen, maar we moeten ook weer terug kunnen en dat vergt nog andere technologie. Hoe zou het zijn om te leven op Mars? Ja, beeld je in dat je de rest van je leven op de Zuidpool moet gaan wonen of de rest van je leven midden in de Sahara. Maar dan zonder lucht, met dodelijke straling, er leeft gewoon helemaal niks. Het is helemaal geen fijne omgeving om daar te zijn. Als jij naar buiten wil, dan moet je een ruimtepak aan en niet te lang buiten blijven, want veel van die straling gaat dwars door je ruimtepak heen. En wonen op Mars betekent dat je eigenlijk ondergronds moet gaan wonen, beschermd tegen die straling. En ja, ondergronds moet je dan ook nog je eigen atmosfeer met voldoende zuurstof creëren.